Maar wat de Volkswagen dus wel heel, en daarmee heeft het ook zo lang geduurd, ze hebben dus met advocaten gesproken, ze hebben met artsen gesproken, die, Er daar worden ook allemaal quotes worden eruit. Ja, het is drie, nou ja dat is het treuren dat allerlei op zichzelf waarschijnlijk kwetsbare existenties zwaar beschadigd zijn geraakt en misschien voor hun leven niet waar die beschadiging ja. met zich mee moet dragen. Dat is een, is een, volgens mij. Dat, een... Is, dat is dat programma, dit fantastische, ongelooflijke topprogramma, bepaald niet waard geweest. Er is een meisje die iedere keer schrikt, zegt ze in het artikel, als iemand, ze werkt nu ergens anders, zegt van, heb je even, we moeten even praten. Ja, dat, kan dat is toch niet. erg? Ja, dat is heel droevig. Want ze is dus gewoon, je werd daar gewoon de laan uitgestuurd. Ja, dat, ook dat, ik bedoel, ook de procedures, dat je denkt, wat is dit nou? Ja, wat is dit nou voor wangedrag op vrijwel elk denkbaar niveau? Dat die Vara BNN misschien dus kloot gedaan heeft. Dat niemand er iets aan. Nogmaals, ik hoorde dit al, al jaren geleden dat dit zo was. Ja. En dan zou je nog kunnen zeggen: oké, okay, bij een commerciële omroep kan dit ook niet. Dan moet je ook goed werkgeverschap laten tonen. Maar bij Job. John... Ik heb geen idee hoe het daartoe gaat. Nee. Maar nu juist bij een publiek. Maar we hoor. hebben natuurlijk in de afgelopen tijd. hebben we allerlei mogelijke misstanden eigenlijk gezien bij de TV. En ja. Misschien moet de tv ook, nee ja, misschien moet ik het anders formuleren. Zouden we dus niet eens op moeten houden met de suggestie dat die tv een magisch gebeuren is? Een ongelooflijk, ongelooflijk knapwerk is. Kom op. Het stelt niet zo bijster veel voor. Ja, je moet een goede cameraman hebben natuurlijk. en... Ze moeten bij de regie ook een beetje redelijk op de knoppen kunnen drukken. Maar godallemachtig nog een toe dit, dat, dat je elkaar voortdurend allerlei enorme veren op de hoed steekt. Ik bedoel, iedereen die toch bij het, iets gedaan heeft voor de tv, die weet toch dat het voornamelijk wachten en, en lullen rondlummelen is in allerlei opzichten. Maar dit programma kon mensen maken of breken. Want als je als bentje daar was, dan had je de. Ja, je... dat heeft ook wel eens een kraakte in gesprek met zo'n bandleider. Ja, een hele jonge man die ook weer zijn hoedje oprapt. Maar dat begrijp ik ook al niet waarom die lij altijd van die godvergeten stomme hoedjes op moet en hebben. Ja, hebben ze ook. Oh, maar goed, zo was het. Ik zei: Voel je je niet, 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 belazerd dat je hier maar een minuut mag spelen? Ja, een minuut. zei die glanzend tegen mij: dat levert ons veertig boekingen in het land op. Ja, oké, okay, als dat zo is, ja, dan zo is dat zo. Ja, maar dat hebben zij wel gecreëerd met z'n allen, dat programma. Ja, het is maar net hoe het. Nu suggereer je dus weer dat, dat je een, als je zo'n bandje laat spelen, dat dat een ongelofelijke verdienste is, dat dat bandje dan vervolgens 40 boekingen in het land krijgt. Jij suggereert ook dat het een geweldig, uitzonderlijk programma was. Dat was het helemaal niet. Het was een heel aardig programma, that's it. Punt. Maar de bazen die zeggen: van We hebben er zoveel aan verdiend. Het was goed voor ons imago als bnn Vara, En daarom hebben ze het niet ingegeven. Wat heeft die bnn Vara dan allemaal aan verdiend? Dan? Dat begrijp ik niet. Nou, veel kijkcijfers betekenen natuurlijk ook meer sterinkomsten. ja, iets meer sterinkomsten. Die sterren zijn al, 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 weet ik hoe lang, een dode pielala volgens mij. <laughs> okay. Maar wat Omdat natuurlijk enorm veel advertentieinkomsten weggemigreerd zijn naar allerlei nieuwe media. En. en... Op andere manieren wordt dat reclamegeld uitgegeven. Nee, kom. Dit... Ik vind dit excuus van. Oh, oh, oh. Wat waren wij bijzonder? Daar heb ik helemaal niks mee. Okay. Wat moet hier nou mee gebeuren? Dit is uitgezocht. Volkskrant heeft zijn werk goed gedaan. Ja, ik heb geen idee wat ermee moet gebeuren. Ik zou zeggen: er moet maar één ding mee gebeuren. En iedereen weet eigenlijk al op zijn, op zijn blote voeten dat dat niet gaat gebeuren. Namelijk dat dit soort van onaangename persoonlijkheden in, in, in deze wereld, dat, die, dat ja gepakt worden en dat er een, een structuur ontstaat waarbij dat ook mogelijk is. En de betrokkenen op hun verantwoordelijkheid worden gewezen en eventueel eruit worden gelazerd, natuurlijk. Ja, hoe cru dat ook klinkt, maar als dit tien jaar duurt, dan is het natuurlijk een, een, onbegrijpelijk dat dit er niet uitgegooid is. Maar vind je nu nog dat hij met terugwerkende kracht dat BNR-vara moet stoppen met hem op TV? Ik heb geen idee. Dat moet de bnr ja. Die heeft, naar nou, ik begreep, een zeer diep insnijdende gesprek gevoerd met de betrokkenen. Dus je voelt al op je, aan je water aan hoe dit af gaat lopen, namelijk dat ze gewoon met hem doorgaan. Oké. Okay. Dat... Na diep insnijdende gesprekken. Ja. En dan is het, naar mijn idee, maar zeer de vraag: niet waar, of, of, dat, eh, of dat gedrag inderdaad fundamenteel zal veranderen. Ja. En of de kijker het nog wil zien. Ja, de kijker moet ik je zeggen. Die wordt in het algemeen wordt die niet gedreven door al te hoogstaande morele gevoelens, bij mijn weten. Ja, maar als je toch zit te kijken, en dat is een gezellig programma. Je weet, hey, achter de schermen geeft ze allemaal ervan langs. Ja, ik moet zeggen, ik zit nu te denken waar de kijker zou kunnen uitwijken. Maar als je denkt aan een masked zinger. Dan denk je bij jezelf, dan kun je nog beter naar een lullig talkshowtje kijken. Zo. Heb je wel eens gekeken naar de band? Sowieso, in wat breder verband, we hebben het al vaker besproken. Het hele fenomeen talkshow is eh, niet erg slijtvast gebleken, is evident over zijn hoogtepunt heen. Er zijn veel te veel talkshows. Dat, zou, dat hele systeem zou ze een beetje strak getrokken moeten worden. Oké. Okay. Duidelijk punt. Geen reden voor jou trouwens om nu door dit journalistieke werk weer een abonnement op de Volkskrant te nemen? Nee joh, ik heb al één krant. Ja. Hier heb je, je dat pakket gezien, wat je op zaterdagmiddag krijgt van de NRC? Kan het ooit tijdens daar een kruiwagentje bij aanbieden? Zodat de bejaarde het ook door zijn woning kan transporteren, bij wijze van spreken. Het is nog niet de New York Times, maar het begint er wel op te lijken natuurlijk. En dan heb ik nog de New York Times, die krijg ik digitaal. Eigenlijk is dat een fantastische oplossing natuurlijk, dat je dat ding digitaal leest. Waardoor je wel denk ik sommige dingen mist, omdat je, je kijkt naar die voorpagina, je ja. kijkt een beetje naar de columnisten, maar jongen, er staat nog zoveel meer in. Ja, je hebt maar beperkte tijd, dus je kunt maar een bepaald deel ja, lezen natuurlijk. Ja, ja en dan concentreert je ook wel op bepaalde onderwerpen die, laten we zeggen, regelmatig aan de orde komen. Ja. Zijn dit soort uh, artikelen wel gespreksstof ook bij de slimste mensen achter de schermen? Wordt daarover gesproken? Ik heb in de tijd al eens met, met mensen die enige ervaring in de tv-wereld hadden, hoorde ik dat verhaal en toen heb ik wel eens gezegd: van, ja, hoe ging dat dan toe en zo. En Daar was ook wel, wel deels het idee van: ja, er nou ja, staat veel druk op enzovoort enzovoort. Ja. En je bent, op een gegeven moment uh, kwam jij daar niet meer hè, bij de wereldleider? door? Was dat Nee, een... ik, ik was daar vrij frequent aanwezig in de eerste jaren, maar dat is op een gegeven moment is daar een eind aan gekomen. Oké, okay, maar je weet niet waarom. Nee, al, al begrijp ik ook wel het verhaal dat allerlei mensen plotseling, wat, wat zei hij dan ook weer, het is klaar of zo, of ik heb er gewoon genoeg van. Ik ben van. er klaar mee, ja, ja. Hij was, uh, was er klaar mee. Nou ja, oké. Okay. Het heeft mij geen leed bezorgd, moet ik je zeggen. Eh, ondanks mijn niet-verschijning in dit unieke, ongelooflijke wereldhistorische programma. Niet waar. Eh, is het mij verder redelijk voor de wind gegaan, toch? Ja. Er werd ook nog een lans gebroken door Marcel van Roosmalen, zondag. Heb je dat gehoord? Heb je meegekregen? Ja, over dat, dat ik een goede Amerikanist was. Ja, hij vroeg zich af, we hebben nu rond die midterms hebben we iedereen gezien. Charles Groenhuizen wisselde ineens ook van presentator naar deskundige. Waar was Maarten? vroeg hij zich af. Dat is de beste. Ja, nou moet ik je zeggen dat ik was gebeld door, geloof, op één. En, en ik moest mij gereed houden. Ik had zelfs twee data. En ik moet zeggen dat ik een aantal dagen niet kon. Om alle redenen. en ik had maar toch twee data had ik vastgelegd. Want dan zei ze in de Wilt u dat dan vrijhouden enzovoort? En toen werd ik gebeld dat dat me niet doorging. Oké, okay, oké. Okay, want... Uh, nou moet ik je zeggen, ook daar ja, dat klinkt niet erg aardig, maar daar ben ik ook niet verschrikkelijk rouwig om. Aangezien er in Nederland, zoals iemand ook heel treffend opmerkte. ondertussen 329 Amerikanisten zijn die er allemaal enorm veel van afweten. Precies. En bovendien, dat is natuurlijk iets wat heel anders is dan 20 of 25 jaar geleden. Ja, je kunt met een druk op de knop de New York Times lezen.